Boothouders van Kommewijnen hebben vandaag een petitie ingediend bij Deo Charman, waarnemend voorzitter van de Nationale Assemblée. In de petitie vragen de boothouders dat de regering de beloofde COVID-19-compensatie zo gauw als mogelijk overmaakt. De vorige regering had de boothouders een compensatie beloofd voor de periode waarin ze niet mochten varen. De boothouders maken zich ook zorgen omdat ze bedreigd worden met het intrekken van hun vergunningen als ze niet akkoord gaan met een tarief dat niet kostendekkend is. Charman zal de petitie doorgeleiden naar de vaste commissie van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij heeft de boothouders beloofd om een gesprek aan te gaan met minister Albert Jubitana.